Hey, ik ben Halima en ik zit in klas 4 VMBO Basis op het KWC. Ik ben Annelot en ik zit in de vierde klas van Basis. Een kansklas voor mij is een leerjaar waarin ik de kans krijg om een hoger niveau te proberen. Een vak wat je op een hoger niveau doet dan je andere vakken. Het was in de eerste klas, toen deed ik Science en Mens en Natuur, Biologie dus. En Nederlands. Science heb ik op een hoger niveau geprobeerd. En daar ben ik toen uiteindelijk niet meer verder gegaan. Mens en Natuur en Nederlands ging goed, alleen Science niet zo erg. Oh, jij bent goed in Engels, toch? Ik! Wait, hold on. Waarom denk je dat deze film zo succesvol is? Why do you think this film is such a success? Ja. Yeah. Waarom denk je dat deze vlog zo populair is? Why do you think this vlog is so popular? Nou, je doet gewoon sommige opdrachten op een hoger niveau en de toetsen zijn wat moeilijker. Als we dan een toets kregen, het was gewoon een basistoets. Alleen op de andere kant van de toets stonden dan een paar vragen voor kader. En dan kon je die proberen, als je dat wou. En als het goed ging, dan kon je daar verder mee. En voor de rest kan je in dezelfde klas zitten als met je eigen niveau, zeg maar. Maar het kan ook dat je in een kaderklas zit. Nu doe ik Nederlands en daar zit ik bij in een kaderklas. Dus ja, dan krijg ik andere stof dan mijn klasgenoot krijgen. Ik zit bij Nederlands in de kaderklas. Ja. Ja, toch? Ja. Ze deed een paar geweldige imitaties van beroemdheden. She did some amazing or awesome. Ja, yeah, great. Die weet ik niet. Volgende. Wat vind jij van dat we bij een andere klas zitten nu? Met Nederlands. Ik vind dat prima, want dan zitten we niet elke keer in onze eigen klas. Ja, ik vind het wel gezellig. Ja, met andere leerlingen. En dan kunnen we ook socialer zijn met elkaar. We moeten iets meer moeite in stoppen, maar voor de rest is het wel gewoon haalbaar. En het gaat ook heel erg goed nu met Nederlands op kader. Ik heb ook voor de eerste toets van dit jaar heb ik ook een hele goede voldoende gekregen. Ik ga Engels en Nederlands op kader examen doen. Ja, het lijkt me wel handig, want dan kan ik misschien sneller doorstromen naar niveau 3. Ik vind het leuk, want het kan wel voordelig zijn om naar het mbo te gaan met sommige vakken op een hoger niveau. Ik waardeer die kans dat ik dat krijg.